Ik ben Dante van Zijer en dit is de 6e aflevering van Unionist. It's an important game now today. On joue ce match pour le gagner. Pour le gagner. Mijn voornaam komt eigenlijk een beetje van de dichter Dante Alighieri. Ik denk dat mijn ouders gewoon ook vooral houden van de Italiaanse cultuur. En daarmee denk ik dat ze een beetje voor die Zuiderse naam hebben gekozen. Toevallig of niet toevallig ben ik blijkbaar ook verwekt geweest aan het Gardameer. Dus heel veel Italiaanse bloed in mij, zal ik maar zeggen. Normaal werk je iedere week naar het weekend toe, naar die match. Dus nu is het een beetje trainen zonder een bepaald doel te hebben, zal ik maar zeggen. En je wilt iedere dag beter worden en dergelijke. Maar ik denk, op dit moment in het seizoen is er niet echt nood om bijvoorbeeld nog extra te werken aan fysieke kwaliteit of aan andere dingen. Dus het is een beetje trainen om te trainen, om mee te onderhouden en om klaar te zijn natuurlijk als ik terug mag spelen. Maar 5 weken is wel enorm lang om die periode te overbruggen. Dus, maar oké, we zijn nu al halverwege, dus het zal wel snel gaan. If you ain't first, it's 100 last places. Too bad I'm already there. I ain't playing fair. I've been breathing in the city, yeah. Yeah, I know the spare. I'm a monster and I'm super rare. Ain't nobody spare. Got a problem, talk about it, but... Voor mij was dat moment dat heel snel was gegaan iets wat voor mij heel onschuldig leek naar mijn gevoel. Omdat ik nooit dat gevoel had om iemand te kwetsen. Maar ja, natuurlijk, een rode kaart, een schorsing, allemaal terecht, denk ik. Maar de heisa die er rond gecreëerd is, was misschien onterecht, naar mijn mening. Dat is die voetbalwereld en daar zit je een beetje in nu. Maar uiteindelijk binnen enkele weken sta ik terug op het veld. En dan is het aan mij om gewoon terug met mijn voeten te spreken en terug te kunnen doen wat ik het liefste doe. Ils sont en contrat! En c'est 1-2 pour l'Union, mais oui, ils jouent encore avec le feu. Begin van het seizoen ben je niet bezig met we willen kampioen spelen, we willen play-off 1 spelen. Voor ons was het gewoon om Union een beetje terug op de kaart te zetten en terug een 1-1 stabiel seizoen te spelen. Maar naarmate de match eigenlijk vorderde en wij punten pakten van zelfs de grote ploegen, waren wij opeens een wonder, denk ik. En ik denk dat niemand binnen de club ook zelf gedacht had van dat kan hier blijven duren tot op het einde. Maar anderzijds hebben wij ook nooit gedacht van dit was gelukt, wij kunnen dit niet nog eens of niet aanhouden. Dus het was een beetje langs beide kanten en we zijn gewoon verder gegaan op dat elan. Zonder al te veel na te denken, gewoon ons voetbal gespeeld. En uiteindelijk kunnen we zeggen dat we al zeker zijn van play-off 1. Dus dat is een hele prestatie op zich voor een club als Union. Amazing game. Amazing game for jonge gasten als ik, die nog alles moeten bewijzen, maar ook al tegenslagen hebben gehad in hun jong carrière. Dat is iets wat u sterker maakt naar de toekomst. En ik denk dat we een groep zijn die overal wel iets heeft meegemaakt en iedereen zijn verhaal heeft. En dat ons zo sterk maakt op dit moment. En los daarvan hebben wij gewoon niet echt de grote namen binnen de club. Dus ik denk dat bijna alle spelers echt een uitstekend tot topniveau halen dit seizoen. En dat kan alleen maar bij een club die in u gelooft, die u tijd geeft. En met een trainer die ook gelooft en kan zien wat de kwaliteiten zijn van de spelers. Van Zijer. Niets. Het trapt op kaart binnen. Het is 2-1. Het is gedaan. 2-1. Maar bij Genk zullen ze wel zeer ontevreden zijn. En Niels, ze zo ploffen allemaal. Deuxième chance. Oh, bien joué. C'est but. Ik vind het veel moeilijker om in de tribune te zitten en de match te bekijken dan zelf op het veld te staan. Bijvoorbeeld, de match tegen Leuven. Ik denk de eerste 10 minuten hadden het heel moeilijk. Als je in de tribune zit, je hebt geen macht of controle over die match en je weet dat je zelf niks kunt bijbrengen of het team niet kunt helpen als je in de tribune zit en dat is zo frustrerend. Terwijl als je op het veld staat en je staat achter, dan ben je toch nog, dan heb je altijd dat geloof en weet je gewoon dat er nog een moment komt van ik kan iets doen en ik kan misschien het team helpen en zonder mij kunnen ze het ook perfect oplossen en zie je maar dat wij als team ook genoeg kwaliteiten hebben om
ja, jongens op te vangen als die er niet zijn. En ik denk dat dat ons in play-off 1 ook nog enorm gaat helpen. Ik denk dat iedereen wel in het kopje heeft van die eerste plaats. Uiteindelijk, ik persoonlijk ga het er wel moeilijk mee hebben, bijvoorbeeld als wij na zo'n lang parcours heel lang aan de kop gestaan te hebben, toch dan die eerste plaats moeten afgeven op het einde van het seizoen. Dat gaat me wel pijn doen, ondanks dat het gewoon een fantastisch seizoen geweest zou zijn als wij tweede, derde of vierde zouden worden. Maar dat zou toch ergens wringen en ik denk dat dat ook de ingesteldheid is van alle spelers bij ons. Anders stonden we nog niet op de plaats waar we toen nu stonden, denk ik. Dus ik denk dat dat bij iedereen wel gaat wringen. Maar als we dan realistisch moeten kijken, dan is ons seizoen gewoon al wel geslaagd. Dus zou er niet echt extra druk moeten zijn op onze schouders, denk ik. Maar we hebben zoveel ambitie dat we wel voor de top gaan.